Mijn beste vrienden all over the world. Paramaribo groeten met een grand respectie. Biggie Brassa. Straight from the heart. Puur natuur. Ik ken dat wel. Beste lieve vrienden van ons. Over de hele wereld. Hier en op. Er gebeurt van alles. Bij ons. En de verhalen die vliegen ons ook om de oren. En een van de nieuwste verhalen is het verhaal van koningin Malassi. Luister naar het verhaal van koningin Malassi, want het is een fantastisch ding. Die koningin die komt uit het land hiernaast. En de koningin heeft zich heeft kunnen veroveren een man van dit land. En die man is geliefd. Maar die koningin heeft een probleem. Vanaf het moment dat die man koning werd, de zaakjes, hè, koning werd van dit land, heeft die koningin ervoor gezorgd dat ze alle gaatjes die er mogelijk waren, heeft ingedekt. Wij gilden plaatst die koningin nooit in het midden van het schaakbord, want iedereen gaat die koningin aanvallen, maar we wisten niet dat de koningin zichzelf liet plaatsen in het midden van het schaakbord. En niet alleen dat. Bezitter werd en beheerser werd van torens, lopers, paarden en pionnen. Dus we snapten het niet. En daarom tref je vanaf het begin de koningin aan op alle vitale plekken in dat hele bestel op het hoogste niveau. Onlangs heeft de koningin opgeëist dat ze haar eigen plek moet hebben en natuurlijk een eigen stempel. Dat hoort bij de koningin Malassi. Natuurlijk. Dus heb je nu in Suriname een Malassi-stempel. Bang. Behalve dat. Die koningin, die is zo vernuftig en zo bezig dat ze de koning bijna tot waanzin drijft. Want de koningin is de baas. En ze blijft de baas. En de koning houdt er steeds maar achter. Deze koningin, de vrienden, die inspecteert de wacht naast haar man. Deze koningin, die man, die afrouw weer, ze zijn onlangs zijn ze geweest naar Dubai. Why? En daar heeft die koningin een model ontdekt van iets wat ze heel graag wilde hebben. Dus heeft ze haar man opgedragen om voor haar te maken een spiksplinter nieuw paleis. Want, sinds een paar maanden geleden deelt deze koningin de macht, ook al staat het niet in de grondwet van Suriname, die koningin deelt de macht. Hé? Stampo geht ook. En nu, ze heeft een hele mooi paleisje gezien in Dubai. En dat wil ze hebben.
Beste vrienden, ik ga u één ding zeggen. Wanneer die koningin iets wil hebben, dan krijgt ze het ook. Want de volgende morgen al begint het te wapperen daar. Anders krijgt de koning het kwalijk warm. En begint hij zijn haar uit zijn hoofd te trekken. Wat is dat? Stel je voor dat het niet meer kan. Wel niet. Geef er de paleis mee, boy. En het paleis, beste vrienden, dat kon ongeveer 5 kilometer van de Malassiebrug. Onze nieuwe brug, u weet, we hebben zo direct een nieuwe brug nog. Een Malassiebrug. En die brug, die verbindt de westoever van Suriname met die oever van de plek waar Malassi vandaan komt. Dat heeft de voordeel dat de opdrachten makkelijker heen en weer gegeven kunnen worden, want het internet is zo lek als je weet niet wat. Dus iemand rijdt gewoon met zijn grote wagen over de brug, komt aan, geeft die opdracht en daar is dat ding weer geregeld. Etentje, daar is natuurlijk wel de president. De koning mag mee. Hij mag mee. En ik moet u eerlijk zeggen, wanneer die koning terugkomt, heeft hij op alles ja gezegd. De visvergunningen worden afgegeven. De visser voor Suriname, Bari, maar het maakt niks uit. En allerlei andere dingen meer komen niet op tafel. Een van de dingen die ook niet meer op tafel komt, schijnt te komen, is natuurlijk, maar toch, dat gevlekte beest van ons. Tigri! Wat gebeurt er met Tigri? Tigri werd genoemd betwist gebied. Dat ding is een fout van die Hollanders die hier de baas waren, om in de haast met die manke, kreupele onafhankelijkheid niet te regelen. Dat stukje, zodat we allemaal precies weten en de hele wereld weet dat dit de grenzen zijn van Suriname, maar ik kan een betwist gebied. Grote fout van die Hollanders, grote fout van die Surinamers die daarna kwamen. Allemaal fout, allemaal weer reden. Maar Malassi maakt het mogelijk dat de brug geslagen wordt naar het westen. En dat zo dadelijk niemand meer weet waar nou de grens van Suriname ligt. Is het nou de quarantaine? Behoort die quarantaine in zijn geheel tot Suriname? Is dat onze grens? Of gaan we, zolang Malassi daar nog is, stukjes en beetjes van Suriname kwijtraken? Want u weet, Surinamers hebben weinig verstand. Dat weet u. Het enige waar we naar zoeken is geld. En dat geld vervliegt. En dat geld is een vloek. En dat geld maakt dat onze hele natie nu kapot is. Wat de vervoeren, de njamming, de prating. Beste vrienden. Malassi wordt aangestuurd door slimmerikken. Zelfische. En de koning, die hij danst. De koning danst voor zijn vrienden met Malassi. Hij is zo verliefd. Nee, Kado. Maar is één ding wat er altijd gezegd is. Verlies jouw hart, maar op het moment dat je hoofd verliest, dat zijn we terechtgekomen bij de Malassi-ziel, de Malassi-brug en het Malassi-paleis. En daar is Suriname in de aap gelogeerd. Dat ons aan jou mochi kersies zijn gezond. Beste vrienden, parabaribo, groet u met een grambarasta en een jamang, grota prisiri, hier en op. Blijf danken.
Blijf denken en blijf lachen. Ik zie je later. Ha 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 ha!